Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u allen van harte welkom in deze dienst. In het bijzonder de gasten onder ons. Vandaag gaat Caroline Lemmens voor en is Kees Teketee onze organist. In de dienst delen we brood en wijn straks in het koor. Tijdens de dienst van de rondgangen is de eerste rondgang bestemd voor Stichting Jarige Job. En daarover kunt u lezen in de liturgie. Aanstaande zondag, 10 juni, gaat dominee Aad van Lunteren voor en is Kees wederom organist. Nu hebt u vanmorgen uitgereikt gekregen de apostolische gezongen geloofsbelijdenis. En dat briefje, het klinkt een beetje hebberig, maar die willen we graag terug hebben na de dienst. Dan is er straks na de dienst koffie en thee op het koor, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. En we beginnen de dienst zometeen met stil gebed, waarna we de liturgie zullen volgen. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. De naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij blijft trouw, altijd. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is. De Heer zij met u, met zijn genade en vrede. Thank you.
Laten wij bidden. Wij zongen het. Geen oog op aarde ziet u zoals gij zijt. Wij kunnen u niet zien, niet zoals u bent. Wij weten, wij geloven dat u aanwezig bent. Misschien zien we u niet helemaal zoals u bent, maar in alles en iedereen zien wij u gespiegeld. Maakt u ons tot schone, heldere spiegels van uw aanwezigheid. Amen. Wij gaan nu de apostolische geloofsbelijdenis zingen, die u hebt uitgereikt gekregen op de papiertjes zoals ze vroeger regelmatig in de bank of op de stoelen op het koor lagen. En het roept bij mij nog altijd hele warme gevoelens op. Wat we niet gaan doen, is ze gescheiden in mannen en vrouwen zingen. We zingen ze hem gewoon allemaal tegelijk. Lieve mensen, gebed
voor de schriftlezingen. Goede God, wij gaan lezen uit door u geïnspireerde teksten. Woorden die getuigen van uw aanwezigheid in onze wereld en van uw Zoon Jezus Christus. Geef ons open oren, een helder verstand en een ontvankelijk hart om te horen wat door mensen woorden heen van u spreekt. Amen. Als u al wat verder hebt gekeken in het liturgieboekje, ziet u dat de teksten echt anders zijn dan we gewend zijn. En vandaar dat ik ook even een korte inleiding op de lezingen geef. Zijpaden is het thema van het blok waar we ons deze weken op richten. Vandaag neem ik u mee op een excursie naar de wondere wereld van de buitenbijbelse evangeliën. Ontstaan in ongeveer dezelfde tijd als de ons bekende evangeliën zijn samengesteld, maar met andere accenten. Of het zijpaden zijn? Ik beweer van niet. Het zijn andere paden, eigen paden, met andere accenten, maar geschreven om te getuigen van dezelfde God en Jezus Christus. Vandaag zijn de lezingen en de dienst van het woord dus ook in twee delen gesplitst. En mijn bedoeling is om aan de hand van teksten te laten zien dat het beeld van Jezus dat wij overgeleverd hebben gekregen niet het enig mogelijke is. Om u een idee te geven van de ontwikkeling van het vroege christendom, neem ik u eerst mee naar de periode vanaf de dood van Jezus tot ongeveer het jaar 300 van onze jaartelling. Jezus had indruk gemaakt door zijn leraarschap, door zijn martelaarsdood en vooral door de ervaringen die werden overgeleverd over zijn verschijningen na zijn dood. Die maakten dat zijn verkondiging geen voorbijgaand fenomeen was, maar wortelschoot. Dit leek echt van God te komen. Er ontstonden groepjes christenen in het Joodse milieu in Jeruzalem en vrijwel gelijktijdig ook in verschillende Joodse gemeenschappen in de diaspora. Voor ons is Paulus hiervan het meest bekende voorbeeld. Uit de brieven van Paulus en de handelingen der apostelen weten we dat er vanaf het begin verschil van inzicht was tussen de leiders in Jeruzalem en Paulus. En het gaat dan vooral over de mate waarin christenen zich Joods moeten gedragen, zich aan de Joodse wet moeten houden. Maar er gebeurde veel meer en daarvan zijn ook veel teksten overgeleverd die wij kunnen bestuderen dankzij opgravingen, vondsten en het zoeken in oude manuscripten en dankzij vertalers als Pieter Oussoren. In deze serie diensten over zijpaden vind ik het belangrijk dat we ons ervan bewust worden dat er niet vanaf de geboorte van Jezus één duidelijke, rechtzinnige, ware kerk is geweest met een aantal ketterse zijpaden. Aanvankelijk waren er vele wegen, gelijkwaardige, die naast elkaar zowel in tijd als plaats konden bestaan en zich ontwikkelen. In Rome bijvoorbeeld kwamen in verschillende gemeenschappen verschillende voorkeuren voor. Er was nog geen kerk met eigen gebouwen. We moeten ons huisgemeentes voorstellen van hooguit 100 leden, met ieder eigen leiders,
Vaak groepen immigranten die elkaar opzochten. Grote diversiteit in afkomst, overtuiging en opleiding. Maar ze deelden allen hun geloof in Christus. Ze voelden zich één, hoe verschillend hun opvattingen ook waren. Een christelijke gemenebest, waar 1000 bloemen konden bloeien. Als men in die tijd het woord hairesis, scheiding, wat in onze taal ketterij is geworden, gebruikte, bedoelde men juist het scheiding aanbrengen binnen deze gemenebest. En dat werd heel negatief geduid. Orthodoxie, in die beleving, rechtzinnigheid was samenwerking in de naam van Jezus. Pas in de loop van de 2e eeuw beginnen groepen hun eigen doctrine als de enig juiste te formuleren en zich af te scheiden. De vraag naar wat nu de hoofdweg is en wat de zijpaden dringt zich op. En de apostolische geloofsbelijdenis, die wij zongen en zoals we vroeger veel vaker deden, en ik werd er net op gewezen dat we eigenlijk hadden moeten staan, dat was ik eerlijk gezegd vergeten, sorry, die is bij nadere beschouwing een religieus-politieke tekst die reageert op christelijke geloofsideeën buiten de orthodoxie zoals wij die kennen, die zich steeds scherper ging definiëren. Een van de twistpunten tussen de verschillende christelijke groepen ging over de ideeën over de natuur van Jezus. En daar gaan we nu uit lezen. Uit verschillende evangeliën die niet in onze Bijbel terecht zijn gekomen, omdat ze de verkeerde ideeën uitdragen over de natuur van Jezus. Dus de eerste vraag is Jezus als mens geboren? Uit het evangelie van de Ebionieten. Als de gemeenschap wordt gedoopt, komt ook Jezus en wordt hij door Johannes gedoopt. Met dat hij uit het water opklimt, gaan de hemelen open en ziet hij de Heilige Geest in de gedaante van een duif neerdalen en bij hem binnenkomen. Een stem uit de hemel zegt: jij bent mijn zoon, de meest geliefde, in jou is mijn welbehagen. En opnieuw, vandaag heb ik jou voortgebracht. Als Johannes dat ziet, zegt hij naar ze zeggen: wie bent u, Heer? En opnieuw zegt een stem uit de hemel tot hem: dit is mijn zoon, de meest geliefde, in hem heb ik welbehagen. Toen, zeggen ze, is Johannes voor hem neergevallen en heeft gezegd: ik smeek u, Heer, doop gij mij. Maar hij houdt hem tegen en zegt: laat mij, omdat het zo past dat alles wordt vervuld. De tweede lezing uit het evangelie van de Hebreeuwen. De hele bron van de Heilige Geest kwam op hem. Mijn zoon, ik verwachtte je bij alle profeten dat je zou komen en dat ik op je zou rusten. Want je bent mijn rust, je bent mijn eerstgeboren zoon die een eeuwigheid zal regeren. En dan nog een heel ander type tekst. Sommigen zeggen dat Maria bevrucht is door de Heilige Geest. Ze dwalen. Ze weten niet wat ze zeggen. Wanneer is ooit een vrouw bevrucht door een vrouw? Maria is de macht, is de maagd die door geen macht bevlekt is. Het is een grote vloek voor de Hebreërs
dat wil zeggen de apostelen en de apostelleerlingen. Deze maagd, die door geen macht bevlekt is, is geestelijk bedoeld. De machten hebben zichzelf bevlekt. En de Heer zou niet gezegd hebben, mijn Vader die in de hemelen is, als hij niet nog een vader had gehad. Dan had hij eenvoudig mijn Vader gezegd. De eerste gedachten over deze stukjes buiten Bijbelse evangelie. Is Jezus als mens geboren? Drie stukjes. De eerste twee komen uit de Joods-christelijke traditie. Het laatste uit een gnostisch geschrift. En ik ga hier geen les geven over de verschillende stromingen en hun karakteristieken, dus alleen een hele grove plaatsbepaling. De Joods-christelijke gemeente gelooft in de menselijke natuur van Jezus, die pas bij zijn doop de Heilige Geest ontvangt. Zij voelen zich Joods. De gnostiek tapt uit een heel ander vat. Het is een filosofisch-religieus systeem waarbij een volledig transcendente God via een ingewikkeld stelsel van hemelen en hemelse machten contact zoekt met de goddelijke vonk die in mensen, of in elk geval in sommige mensen, huist. Maar wat deze teksten gemeen hebben, is dat ze heel duidelijk zijn over de volledig menselijke natuur van Jezus. Filippus legt in een woordspel uit dat Maria een gewone menselijke vrouw is. En het woord voor geest is kennelijk vrouwelijk in de taal van Filippus. Zijn evangelie is overgeleverd in het Koptisch, de taal van de christenen in Egypte. En dan kan Jezus natuurlijk niet door de Heilige Geest verwekt zijn. Hij wordt dus als mens geboren uit menselijke ouders. Hij leidt een menselijk leven tot het moment van de doop. Dat is het moment dat hij naast zijn aardse vader Jozef ook een hemelse vader krijgt. Jezus wordt in onze eerste lezing beschreven als lid van de massa die zich komt laten dopen door Johannes. Johannes heeft geen voorkennis van wat er gaat gebeuren. En zo te lezen, Jezus ook niet. Pas bij zijn doop gebeurt het. De Heilige Geest die als een duif of als een complete bron in hem neerdaalt. Pas dan is hij Christus, de gezalfde. De doop is het water van de Jordaan. Maar het neerdalen van die bron van Heilige Geest stel ik me voor als die zalving door God. Is dit een beeld van Jezus dat ons kwaad doet? Zijn dit teksten die we verre van ons moeten houden, die ons geloof in God en Jezus als de Messias ondergraven? Naar mijn gevoel is dit een hele vrome beleving van de werking van God in Jezus. En het geeft ook grond tot nadenken over de uitverkiezing van Jezus voor zijn rol. Hij was mens, net als alle dopelingen die zich verzamelden bij Johannes. Was hij al een beter mens dan de anderen? Misschien zag God de potentie, net als bij Mozes, David en de profeten. God kiest een mens. Wat zegt dit over ons? Kiest God mij? Kiest God u? Hoe zouden we dat kunnen merken? Er zijn vast mensen onder u die een ervaring hebben gehad waarbij op dat moment of pas later de zekerheid ontstond. God was bij mij. Iets goddelijks heeft zich met mij bezig gehouden. Landende duiven, neerklaterende bronnen,
zijn het niet. Maar soms in alle bescheidenheid weten we het zeker. Wat er nu gebeurde is onlogenbaar van God. En daarna zijn we nog dezelfde mens en toch nooit meer hetzelfde. Om te geloven in de Heilige Geest en de uitverkiezing van Jezus door God, is het niet per se nodig om te geloven in de maagdelijkheid van Maria. Het mag wel, het hoeft niet. En het lied dat wij nu gaan zingen hoort natuurlijk in de kerstnacht bij de pasgeboren Jezus in de kribbe. Maar probeert u zich eens te verbeelden dat u al zingend Jezus in de Jordaan ziet staan. De diepe nacht is misschien wat wonderlijk, maar voor de rest lukt het misschien. Als u in het licht van het eerste stukje overdenking nog eens de apostolische geloofsbelijdenis nagaat, zult u kunnen zien hoe ontzettend veel leerstelligheden erin zitten. En die ga ik echt niet allemaal ter sprake brengen. Het enige andere aspect wat ik eruit gelicht heb, is ook weer iets over de natuur van Jezus. Kan Jezus lijden en sterven? Het evangelie van Filippus zegt, de apostel Filippus heeft gezegd, Jozef de timmerman plantte een paradijs omdat hij voor zijn vak hout nodig had. Hij maakte van de bomen die hij plantte het kruis. Aan wat hij plantte kwam zijn zaad te hangen. Zijn zaad was Jezus.
Het geplante was het kruis. En het evangelie van Petrus zegt: ze brengen twee kwaadstichters en kruisigen de Heer midden tussen hen. Maar hij heeft gezwegen, alsof hij geen enkele pijn had. En ook in de Koran wordt hierover nagedacht. Daar wordt in de beschrijving van de Joden gezegd: en wegens hun ongeloof, hun geweldige kwaadsprekerij over Mariam, het zeggen door hen: wij hebben de Messie, Isa, de zoon van Mariam, Gods gezant, gedood. Ze hebben hem niet gedood en ze hebben hem niet gekruisigd. Het werd hun gesuggereerd. Zij die het daarover oneens zijn, verkeren erover in twijfel. Ze hebben er, behalve het afgaan op vermoedens, geen kennis van. Ze hebben hem vast en zeker niet gedood. Echter, God heeft hem tot zich omhoog gebracht. God is machtig en wijs. Jezus Christus heeft geleden, zongen we in onze geloofsbelijdenis. We sloten ons eerste serietje lezingen af met de geboorte van Jezus uit Maria. En de eerste tekst van deze serie werpt licht op de rol van Jozef. Eindelijk wordt Jozef een keer recht gedaan. De tekst zwijgt over of Jezus al dan niet lijdt aan het kruis. Maar ik lees in deze tekst het lijden van Jozef als vader van zijn zaad. Arme Jozef, door Jezus te verwekken heeft hij naar zijn gevoel meegewerkt aan de kruisiging. Een bekend gevoel van ouders die lijden aan het leed van hun kinderen. Jozef is, zoals ik het zie, overtuigd dat Jezus wel lijdt. Het tweede fragment heeft een komische geschiedenis. Rond het jaar 200 beoordeelt een bisschop het evangelie van Petrus als recht in zijn orthodoxe leer. Tot een ondergeschikte hem erop wijst dat de uitspraak alsof hij geen enkele pijn had toch zeker ketters was. Zo scherp begonnen de tegenstellingen te worden, dat een woord dat eventueel kon wijzen op een afwijking van de rechte leer een geschrift in de prullenbak kon laten verdwijnen. Het is, toen ik het na ging kijken, een wonder dat Lucas en Johannes zijn toegelaten. Want volgens Lucas houden de drie mannen aan het kruis immers nog een goed gesprek. En volgens Johannes regelt Jezus vanaf het kruis nog onderdak voor zijn moeder. Deze twee evangelisten geven net zo goed aanleiding om te twijfelen aan het lijden. Bij Marcus en Matthäus lijkt Jezus wel zoveel te lijden aan het kruis dat hij slechts kreten kan uiten. De monnik Johannes van Damascus beschouwde de islam als een ketterse afwijking, dus een zijpad van het christendom. En de Koran dus als een ketters christelijk geschrift. Vandaar dat ik de laatste tekst over de mogelijkheid dat Jezus heeft geleden uit de Koran heb genomen. Het is duidelijk, lichamelijk lijden aan Jezus toedichten wordt met kracht afgewezen. De Koran gaat zelfs een stap verder. De Joden zeggen wel dat ze hem gedood hebben, maar dat was nep. God heeft het voorkomen door hem tot zich te nemen. Dit past ook in een christelijke, ook wel ketterse traditie, dat niet Jezus, maar Judas Iscariot in de gedaante van Jezus in zijn plaats gekruisigd is.
Het is heel interessant om te weten hoe verschillend er over het lijden van Jezus werd gedacht. Maar waar het mij om gaat, is het belang van de ene opvatting boven de andere. Verandert weer die vraag mijn geloof in God en mijn vertrouwen in Jezus Christus als hij lijdt onder vernedering, geeseling en kruis, of juist niet? Ik draai het om. Mijn geloof in God en vertrouwen in Jezus Christus houden stand, ondanks alle verschillende beelden van hun aard en natuur. Als ik heel eerlijk ben, maakt het mij niet uit. En ik vind die gesprekken aan het kruis ongemakkelijk, vergelijkbaar met het ongemak dat ik voel bij langgerekte aria's in de doodscène van een opera, of de eindeloos stervende zwanen in het ballet Het Zwanenmeer. Ik zing met open hart de apostolische geloofsbelijdenis, met daarin het lijden van Jezus Christus onder Pontius Pilatus. Ik ben net zo geraakt door het beeld dat Judas de plaats van Jezus inneemt. En evenzo door vader Jozef, die zijn zoon ziet hangen aan het hout dat hij geplant, geoogst en tot kruis getimmerd heeft. God laat zich niet vangen in beelden en doctrines. Sommige constructies zijn mij te ingewikkeld om me mee te verbinden. Of dat nou ketterse gnostische constructies zijn of orthodoxe doctrines. Maar ik gun een ieder het beeld dat helpt om die vonk van God te ervaren en eruit te leven. Ik geloof in een heilige katholieke, dat betekent algemene kerk, die de deuren en ramen open heeft naar alle kanten om de geest te laten waaien. Het beeld van die vele christelijke gemeenschappen in Rome, dat raakte mij. Dat zij van elkaar scheiden een misdaad tegen de rechte leer vonden. Samen vervulden ze hun diaconale taken, zoals wij nog steeds samen met Middelstem optrekken in de diaconale maaltijd. En ze lieten elkaar in hun waarde, geloofden dat de Heilige Geest spreekt in meerdere tongen. Amen.
laten wij ook vandaag treden in de traditie waaraan vanaf de eerste gemeente tot in onze tijd in alle christelijke kerken wordt vastgehouden. Het vieren van de maaltijd van de Heer. Laten wij dit doen in verbondenheid met Jezus en met elkaar. Hij nodigt ons onvoorwaardelijk uit. Laten wij gaan, want alle dingen zijn gereed. De instellingswoorden die wij uitspreken voordat wij overgaan tot het delen van het brood en de wijn, komen vandaag uit het evangelie van Filippus. Voordat Christus kwam, was er geen brood in de wereld. Zoals in het paradijs, de plaats waar Adam eerst was. Dat had vele bomen. Tot voedsel voor de dieren. Maar het had geen graan als voedsel voor de mens. De mens voedde zich als de dieren. Pas toen Christus kwam, de volmaakte mens, bracht hij brood uit de hemel. Opdat de mens gevoed kon worden met mensenvoedsel. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Is er dan? Dat van Jezus en zijn bloed. Daarom zegt hij: wie niet mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft geen leven in zich. Zijn vlees is het woord en zijn bloed is de Heilige Geest. Wie die twee heeft ontvangen, heeft voedsel, heeft te drinken en is gekleed. Amen. Brood uit de hemel. Brood uit de hemel voor jou, Gietje. Brood uit de hemel. Thank you.
de wijn van het koninkrijk. De wijn van het koninkrijk voor jou, Geert. De wijn van het koninkrijk. Laten wij elkaar nu de vrede van onze Heer Jezus Christus toewensen, nu wij ons zo met Hem en met elkaar verbonden weten. Vrede van Christus. Die krijgt het maar één keer. Waar is Gera? Ah, shit. Thank you.
Laten wij bidden. Goede God, u hebt ons hier bij elkaar geroepen. U hebt ons aan elkaar gegeven. Dat had u niet beter kunnen doen. Wij zijn gelukkig met elkaar en met u. U bedeelt ons zo rijkelijk dat wij niet anders kunnen dan even rijkelijk uit te delen van wat wij van u ontvangen. Maakt u ons vanuit onze rijkdom ontvankelijk voor de nood van diegenen die het moeilijk hebben. Mensen soms vlakbij, voor wie wij als gemeenschap of individueel een verschil ten goede kunnen maken. En vanuit u ervaren wij een bron van stilte en rust in onszelf, die ons voedt. Nu nemen wij na alle woorden even tijd om naar deze bron te gaan, of gewoon stil te zijn. En laten wij onze gebeden gezamenlijk afsluiten met het aanroepen van onze Vader in de hemel. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is nu de dienst van de gaven voor Stichting Jarige Job.
Wij gaan hier straks vandaan als gezegende mensen. De levende zegene u en hij behoede u. De levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.